The battle to decide the ranks of the new world begins now! Yo, what's up guys? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag duiken we in Tekken 8. Het was vorig jaar natuurlijk al een prachtig jaar wat betreft fighting games. We kregen onder andere Mortal Kombat 1 met die geweldige story mode. En een van mijn favorieten was ook wel Street Fighter 6. Street Fighter 6 blijft toch qua gameplay mechanics voor mij de fighter. Al zou ik ook heel graag Dragon Ball Fighters willen leren. Maar dit is eigenlijk waar het voor mij allemaal begon. Mits je het hebt over de 3D fighting games. Want het was eigenlijk Street Fighter 2 Turbo. Maar de 3D fighting games, Tekken 2. Ik weet het nog heel goed voor de PlayStation 1. Dat was de eerste Tekken die ik speelde. Vervolgens kwam Tekken 3. Ongelooflijk vette game. Zag er geweldig uit qua graphics. We zijn nu flink wat jaartjes verder. Ik denk de laatste die ik heb gespeeld is Tekken Tag Tournament. Dus dat is al een poosje geleden. Maar hier hebben we hem dan. Tekken 8. En vandaag gaan we in de story mode duiken. En we duiken niet in Story The Dark Awakens. We kiezen gewoon een character episode. En dat doen we met een van mijn favoriete characters. We zitten hier in het character select screen. We hebben 32 fighters in totaal. Maar ik ga natuurlijk voor mijn boy Law. Gebaseerd op Bruce Lee. Ik was nooit heel erg goed met hem. Ik speelde meestal met Jin of Rawang. Warang. Dat is hoe je het uitspreekt. Dat waren toch mijn favorieten. Jin, natuurlijk Jin Kazama. Vanwege de hele legacy, de hele game van Tekken draait toch wel wat mij betreft een beetje om Hayashi, Kazuya en Jin Kazama. En hele krachtige character. Maar vandaag gaan we dus aan de slag met Bruce Lee. En dit is zijn character story. Dit zijn 5 fights. En daar krijg je een soort van kleine side/pin-up story. The struggling dojo owner, Marshall Law, was up to his neck in debt. He searched far and wide for a skilled instructor to help him restore the dojo, but all his efforts were in vain. Then, upon returning home, he found that his precious dojo had been seized as collateral for his debts. He then heard of the latest The King of Iron Fist tournament, and learned that control of the Mishima Zaibatsu was on the line. Left with no other options, Law prepared to unleash his fighting spirit and get his hands on the Mishima Zaibatsu's deep coffers. The prize is mine! Welcome to the King of Iron Fist Tournament! First up... Law! Get ready for the next battle! Prinses Lily. Oké, daar gaan we. We're gonna try. I hate rich people. Hey, same man. Fight. Oh, snap. Je hebt iets nieuws in Tekken 5, dat heet Heat. Dat is wat ik net deed. Dat gebruik je met R1. En daarmee doe je een soort van power move waarmee je echt veel meer damage doet. Kijken of ik hem nu nog een keer kan doen. Ja, volgens mij blokt ze hem half, maar... Laten we gelijk beginnen met dat de gamer echt fantastisch uitziet. Dat mag ook wel natuurlijk, wanneer je Unreal Engine 5 verwacht. Oh, is dit ook de eerste fighter met Unreal Engine 5? Put it right in the pussy. Your money is my money. Get ready for the next battle. Een van de dingen die je zou opvallen is het feit dat een levensbalkje, dat je daar een soort van extra blokje op ziet wanneer je damage krijgt. En dat betekent dat je je verloren damage kan terugwinnen, maar dat kan alleen door full on the offensive te gaan. Dat was heel nice. Oeh, deze werd geblokt. We spelen op normal. Maar komt het wel vrij makkelijk over. En deze was wel raar. Dat is mooi. Oeh,
Wellicht dat het bij potje 3 of 4 of 5 wat lastig gaat worden. Want ik ben een beetje aan het buttermashen. En we komen behoorlijk ver. Nu is Tekken wat mij betreft altijd wel de game geweest. Die ook makkelijk door beginners kan worden opgepikt. Dit is een game voor zowel beginners als gevorderden. En vooral bij gevorderden zul je zien, en dat verklaart misschien ook de verandering in de game. Vooral bij gevorderden zul je zien dat Tekken, tegenstelling tot veel andere fighters, een stuk verdedigender wordt gespeeld. Ze draaien veel meer om elkaar heen, heel veel meer sidestepping. En een kleine opening proberen te vinden. Ja, daar gaan we niet wel. Is dit Lee die... Politieagent? Die zag er toch veel ouder uit? Ja, hij is nu wel grijs gehad. Oh my god, ik ga niet doen. Nee! Op een nippertje, hè? Come on! Come on! Oh god. En nu breken. Ja, met die move lijkt hij wel de politieagent te zijn, ja. Ja, moet hem niet gaan. En die twee Lee. Die heet een Lee, toch? Ik zou eerder zeggen dat de politieagent Law heet, maar oké. Dat vergeef ik ze. Oh my god. Nee, nee! Nee! Oké, het wordt toch wel moeilijk, hè? Oh, nee, nee! Hartstikke nee. Die heat move kan trouwens ook goed gebruikt worden dus om moves te counteren. Nog een keer. Nog een keer? Nee. Nee, kom op. Woeh. Your money is my money. Get ready for the next battle. Kazuya. The man. The myth. The legend. Oh, meer dialogue lines mag wel, hoor. Oh. Eesh. Er komt de Devil Gene naar boven. Got him. Round two. Fight. Ooh, deze was heel nice. Kijk, en dit is zo'n heat move dus. Goeie comeback, goeie comeback. Laat hem niet de kans geven. Nou, kan ik wel zeggen hoor. Maar hij is mijn ass. Oei. Aan het kicken zeg. Gelijk. Hey. Oh my god. Ik probeer hem daar te grappelen, maar dat lukt hem niet helemaal. Nee. Nee, come on. De King of Iron Fist Tournament. De finale. Get ready for the next battle. Paul. Ik vind de wenkbrauwen van Paul bijzonder. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Of course. This is serious. Ik mis toch een beetje zijn eerdere kapsels. Goeie eerste ronde. Fight.
Misschien moet ik die bewaren voor wat meer crucialere momenten, maar... Nee! Oh! Oh, deze was perfect getimed. Sorry dat ik het zelf zeg, maar... Daar kan ik wel van genieten, hoor. Hey, dit was de final stage. The King of Iron Fist Tournament. Als dit geen Bruce Lee is, dan weet ik het ook niet meer. What's wrong, sidekick? You've been contacted by the UN. In regards to the wars caused by Mishima Zaibatsu, they've sent you a bill for damages. Huh? Uh-oh. What? What the? What? This is gonna happy end. Oké. Ik denk dat dat hem is. Hey jongens, dit was een kleine side character story mode. En in dit geval natuurlijk van Law. Mijn held. Ik wou zeggen mijn hero. Mijn held. Law. Bruce Lee. Helaas 5 keer dezelfde stage. Het is een toernooi natuurlijk ook. Oké, daar nemen we maar genoeg mee. We gaan deze game zeker nog streamen. Doen we ook bij GameKings trouwens. Vrijdag hebben we een grote uitgebreide stream op programma staan waarbij we Tekken onder andere gaan spelen. En we ook nog een hele vette actie hebben. Daar ga je uiteraard meer zien. Ik moet zeggen, grafisch, de game ziet er echt fantastisch uit. Ik denk dat het qua fighting games, dat dit verreweg de mooiste is. En dat zeg ik niet zo heel gauw, want Mortal Kombat ziet er ook echt belachelijk mooi uit. Ik moet het eigenlijk nog iets meer gaan spelen, zodat ik ook wat meer de verschillende stages zie. Maar als je ziet hoeveel detail er in de achtergrond is, hoeveel dingen er gaande zijn, wetende ook dat het Unreal Engine 5 is, dat is natuurlijk altijd wel even lekker. Maakt die een zeer, zeer goede indruk. Hou natuurlijk GameKings.tv in de gaten voor de review van Tekken 8. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog achter te laten en vergeet niet te abonneren. Daar ben ik je zeer dankbaar voor. Voor nu, check jullie later. Ciao!